Match of the Week wordt mede mogelijk gemaakt door korfbaltotaal.nl, de officiële webshop van het KNKV. Ook benieuwd naar de mogelijkheden van de korfbalsport? Ga naar knkv.nl/sponsoring. Top tegen Blauw-Wit, een interessante ontmoeting voor Jan Niebeek. Niet alleen omdat hij als trainer van Top een verleden heeft bij Blauw-Wit, maar ook omdat Top niet heel erg lekker draait, wordt gezegd. Maar ja, ze kunnen wel niet lekker draaien. Ze winnen wel bijna al hun wedstrijden, alleen van PKC werd verloren. En Top, de ploeg uit Sassenheim, staat gewoon eerste in de Korfbal League. Maar het is wel interessant om te zien waar ze staan als ze de nummer 3 van Nederland op bezoek krijgen. Blauw-Wit uit Amsterdam dus. En bij de ploeg van Barry Schep zien we weer Mandy Koelman terug in de ploeg. Vorig jaar missen ze een groot gedeelte van het seizoen wegens een blessure. Nu is Koelman er gewoon weer bij. En het is ook een bijzondere wedstrijd voor deze dame, Manon Wiegerink. Aan het begin van vorig seizoen stapte ze over van Top naar Blauw-Wit. En in Amsterdam speelde ze een uitstekend seizoen. Top en Blauw-Wit vorig jaar maar liefst 5 keer tegen elkaar. 2 keer in de competitie, 3 keer in de play-offs. En in Sassenheim won Blauw-Wit 1 keer. En Top won 1 keer. En in die laatste wedstrijd in Sassenheim in de play-offs kreeg Celeste Split nog die rode kaart, waardoor zij de zaalfinale miste. Dit is Celeste Split. Nu kan ze gewoon weer meedoen. En zij maakt de 1-0, later ook de 2-0. Het wordt zelfs 3-0 voor Top. Als dan Blauw-Wit deze man in de aanval heeft met nummer 17, gaat er goed langs. Momo Stavenhuijter, maar hij mist de doorloop. Daar zit Picard er goed tussen, waardoor Top kan overnemen. Momo Stavenhuijter, een beetje ziek geweest de afgelopen week. Hetzelfde geldt voor Frank Mostart. En Blauw-Wit komt al snel met 4-0 achter. Rianne Echten. Vorige week tegen DOS keek Blauw-Wit ook al snel tegen een achterstand aan. Ook toen 4-0, toen in no-time weer naar 5-5. En ook nu komt Blauw-Wit terug via Mark Broeren, strafworp 4-1. Even later wordt het dan 4-2, 4-3. Als Top weer in de aanval is. Schot van Barbara Brouwer. Nieuw dit seizoen, overkomen van Dalto. Maar gaat er niet in en dus krijgt Blauw-Wit de kans om gelijk te komen. Met Mostart. Gaat er goed langs. Strafworp, ja. De grensrechter Ed Holm, voorzitter bovendien van Fortuna. Zag de overtreding, maar Mark Broeren mist. Schiet dit seizoen nog niet zo goed als andere seizoenen. Maar is wel belangrijk als aanvoerder voor zijn ploeg. Ook hier goede combinatie tussen snel en Bode. Zien we vaak die combinatie, maar Bode nog niet helemaal zuiver. Dan snel van afstand raakt de korf ook niet. En Hendricks geeft Bode daar een uitbrander. Koelman dan. Gaat er niet in. Harde overtreding daar. Ging niet bewust. Wat Harmsen deed tegen Fabius. Maar die Engels international, Otto Fabius, heeft last van de rug. Maar kan even later wel de vrije bal nemen en de vrije bal scoren. En zo is het weer 4-4. Hier een foutje van Fabius onder de korf. En Harmsen kan slim profiteren. 5-4 voor Top. Het verschil blijft 1. 6-5 inmiddels. Met Mick Snell, identieke situatie als zo even. En weer mist Bode. Normaal gesproken buitenkantjes voor deze international die zelden mist. Maar nu dus al 2 misses achter elkaar. Bal naar het andere vak. Schot van Stavenhuijter. En daar is het 6-6. Halverwege de eerste helft. Met weer Blauw-Wit in de aanval. Broeren, het is nog niet zijn wedstrijd. Bijna 1100 goals heeft hij al gemaakt in de Korfbal League. Maar als hij zo blijft schieten, gaat hij dat aantal deze avond niet halen. Kijk hier, weer zo'n geweldige paas van Daniel Harmsen op Nick Picard. Dat zagen we vorige week ook al tegen KZ. En de koning van de assist, Daniel Harmsen, bewijst wederom zijn klasse. Nick Picard kan profiteren. 10-8. Hier makkelijk gegeven strafworp door Van Meerten. En dan vraagt Boris Schep, de coach van de Amsterdammers, bij een achterstand van 10-8 een time-out gaan. Het gaat nog niet heel erg goed bij Blauw-Wit. Broer moppert daar wat. Klein beetje frustratie.
En vooral het reboundpercentage bij Blauw-Wit is niet goed. Ze schieten nog wel goed. Dat percentage is hoog en daardoor kunnen zij nog enigszins bijblijven. Die strafworp van Snel zou erin gaan, 11-8. Als hier Top op jacht is naar de 12-8, kunnen zij dit snel uitspelen? Nee. Blauw-Wit herpakt zich. Dan Echter, makkelijk langs Hansen. De doorloop gaat mis, het schot daarna gaat er wel in. En zo is het 12-8 voor Top. Rianne Echter, bezig aan haar laatste seizoen op het hoogste niveau, gaat volgend jaar terug naar AVO in Assen. En direct daarna, Mark Broeren, nu wel raak. 12-9. Stand inmiddels 13-10. Hier Friso Bode zonder vang. En de makkelijke kansen bij hem gingen er niet in. Maar deze van een grotere afstand dus wel. 14-10. Het weer Top in de aanval. Picard dit keer op Harmsen. Goede beweging. En hij bepaalt de ruststand op 16-13 in het voordeel van Top. Dan de eerste aanval in de tweede helft van Blauw-Wit. Met Mostard op Hansen. Dit keer een strafschop voor Blauw-Wit. En Broeren dan vanaf 2,5 meter. Hij maakt er 16-14 van. Wat volgt is een heel matig derde kwart van de wedstrijd. Maar 4 doelpunten in 12 minuten. En dus valt er maar weinig te genieten in Sassenheim. En daar denkt Mick Snel anders over. Die wil het vuurtje misschien een beetje opwakkeren. Publiek speelt natuurlijk die Snel. Maar deze overtreding op Mostard gaat wel ten koste van een strafworp. 18-16. En zo kan Top maar geen afstand nemen van Blauw-Wit. Hier weer een goede kans. Daar Stavenuiter kan voor de strafworp gaan, maar hij doet het zelf. 18-17. En zo is Blauw-Wit weer helemaal terug in de wedstrijd. En denken ze aan de gelijkmaker. Maar eerst nog de aanval van Top. En let op die tactiek van de Amsterdammers. Ze laten Jet Hendricks vrij. En Vissers probeert dan mee te kijken voor de afvallende bal. Voor de verdedigende rebound. En voorlopig heeft het succes. Weer wordt Hendricks vrijgelaten. En dan denkt ze, ja dag, ik ga geen 3 keer op rij missen. En zo is het 19-17. En even later weer datzelfde vak van Top in de aanval. Weer wordt Hendricks vrijgelaten. En dit keer faalt ze weer niet. 21-18. En zo is het gat weer 3 in het voordeel van Top. Maar hoe lang? Stavenuiter. Weer een belangrijk doelpunt. 21-19. Maak een klein sprongetje in de wedstrijd. 22-20 is het dan. Met Friso Bode achter de korf. Nu wel raak. Kijk die ontlading. 23-20. En zo lijkt het erop dat Top koploper gaat blijven in de Korfbal League. Want weer is het de ploeg uit Sassenheim in de aanval. Dit keer via Mick Snel, de aanvoerder. 24-20. En dan is die wedstrijd beslist. Top, misschien wel de beste verdedigende ploeg tegen Blauw-Wit. De ploeg die normaal gesproken het beste aanvalspel laat zien, maar niet vandaag in Sassenheim. Ze brengen nog een pinchhitter in het veld. Peter Scheek, afkomstig van Coach. Hij maakte vorig jaar in de competitie in Sassenheim nog de winnende goal. Nu maakt hij de 24-22, maar telkens brengt Top het gaatje naar 3. En moet Blauw-Wit in de achtervolging wel op een fraaie manier. Momo Stavenuiter, 25-23. Maar het slotakkoord is echt voor Top. Net als vorige week tegen KZ. Mag Nick Picard vanaf 2,5 meter door middel van een strafworp de wedstrijd definitief beslissen. Eens kijken of hij die druk weer aan kan, de international. Dat doet hij ook. 26-23. De overwinning gaat naar Top. Het wordt uiteindelijk 26-24. En weer is Top een heel klein beetje beter gaan spelen. Vooral verdedigend hebben ze het vandaag gewonnen. En dat is niet voor de eerste keer dit seizoen dat ze verdedigend beter zijn dan hun tegenstander. Friso Bode, gefeliciteerd met de overwinning. Ging deze wedstrijd voor Top zoals hij had moeten gaan? Het resultaat is wel goed, denk ik.
Ja, we zijn de laatste weken eigenlijk zijn we wat meer bezig met verdediging om dat goed neer te zetten. En eigenlijk maken we wel een aantal missers, vind ik zelf. In elk geval ook persoonlijk, een paar keer. Dat ik denk van ja, we laten wat net te makkelijk de aangifte tussen komen. Dus het had nog wel even wat beter gekund hoor. We moeten er wel weer naar kijken. Maar aanvallend eerst wel zeker goed. En een goed percentage geschoten. En Blauw-Wit kon eigenlijk volgens mijn gevoel bijblijven. Omdat zij echt een heel groot percentage aan het schieten waren. En mijn gevoel was eigenlijk tweede helft die voorsprong consolideren. En dan nog proberen een runnetje te maken ergens. Maar over het algemeen, ik ben best tevreden. Best wel tevreden, ja. Er wordt over top de afgelopen tijd gezegd dat het nog niet het perfecte spel speelt wat het wil spelen. Ging dat vandaag wel beter? Nou ja, ik wil er wel wat over zeggen, denk ik. Kijk, dat wordt inderdaad gezegd en men is kritisch. En dat mag ook. Als je kijkt wat er in het veld staat, vind ik dat mensen best kritisch mogen zijn. Maar ook niet vergeten dat het voor ons een proces is om te groeien eigenlijk naar een optimale topvorm. En daar zijn we week in week uit mee bezig. En ik vind wel dat we in een stijgende lijn zitten met elkaar. Dus vind ik eigenlijk belangrijker, maar ik snap de kritiek snap ik wel. Jullie hebben nooit heel ver achter gestaan van top, hè? Daar 2-3 verschil, vooral aan het eind. Wat kwamen jullie vandaag tekort? Nou, in de eerste helft sowieso rebound. We hadden echt, volgens mij hadden we een percentage van 40% rebound. Nou, de laatste tijd zitten we telkens rond de 75, dus dat is sowieso veel te weinig. Kan je veel te weinig schieten. Daarentegen schoten we wel aardig. De ballen die we schoten, nou ja, gingen er eigenlijk wel gewoon goed in. Wat kom je tekort? Zij hebben meer rebound. Ze waren denk ik net even wat feller. En uiteindelijk denk ik dat je hem daarop verliest. Waar gaan jullie na deze wedstrijd op richten? Nou, gewoon op onszelf. Ik bedoel, dit hoort erbij. Je mag gewoon van top verliezen. Ze hebben individueel veel betere mensen. Het is jammer alleen dat we op deze wedstrijd verliezen. Want we hadden ze zeker kunnen pakken als we allemaal gewoon goed genoeg waren. Maar er is niks aan de hand hoor. Er zijn nog zoveel wedstrijden en wij gaan het gewoon halen. Ja. Twee mooie sportmensen die ook nog eens uitstekend uit hun woorden kunnen komen. 30-13 werd het in Papendrecht bij PKC LDODK. Wat een afstraffing voor die Friese. DVO KZ 20-32. DOS wint knap van Dalto 21-15. En AWDTV tegen Fortuna wordt vanmiddag gespeeld. Dit is de voorlopige tussenstand. Na 8 speelrondes top blijft lijst aanvoeren met 14 uit 8. KZ nestelt zich wat steviger tussen de eerste 4 plekken. Let op die geweldige positie van DOS, 5e inmiddels. En Dalto blijft laatste. Volgende week weer een heel mooi programma. Onder andere KZ PKC, Dalto top, Blauw-Wit DVO, LDODK tegen AWDTV. Maar onze Mess of the Week wordt gespeeld in Delft en gaat tussen Fortuna en DOS 46.